Leon Welravers, een van de oude legenden, zullen we maar zeggen, uit de BMX-wereld. Ja. Je bent er terug mee begonnen, of hoe mogen we dat verstaan? Ik ben in 1978 ben ik opgestapt op de fiets. De BMX geïntroduceerd in Nederland. En ja, ben ik, in 1986 ben ik Europees kampioen bij Elite geweest. Ben ik 20 jaar gestopt. Ben ik 4 jaar geleden ben ik weer opgestapt. Toen ben mijn kinderen zelf begonnen te fietsen. En nu ben ik weer terug in de BMX-sport. En hoe kan... En bovenaan. Dus ja, en ja... Voor het Dream Team, Factory Team uit Amerika. Een contract van 4 jaar lopen. Dus. Oh, dat is heel mooi. Dat is eigenlijk een profcontract dan in feite. Ja, semi-profcontract. Ja, dus, en ja, ik hoop het nog even, want ik ben nu 44. En ik hoop het nog 2 jaar te doen en dan stop ik ermee. Dus helemaal terug de smaak te pakken. Ja, ik ben nu alweer 4 jaar aan het rijden. Heel veel titels weer gehaald. Nationale titels, indoor titels, TC-titels. Ja, verschillende titels zeg maar, allemaal in Holland, dus ja. En als je dan vergelijkt met nu en vroeger, waar kan je dan eigenlijk, zijn er vergelijkingen mogelijk of, ja? Van vroeger en nu? Of het anders is geworden? Anders is geworden, ja. Ja, het is wel echt professioneler geworden, dat wel. Maar er wordt eigenlijk te weinig aandacht aan besteed. En omdat het nu Olympische sport is, moest er eigenlijk iets meer aandacht aan besteed worden op de televisie. Want ja, fietscross, BMX. Dus er wordt nooit iets van getoond. Ja, dus toch jou... In Europa een paar elite kampioenen, Olympische kampioenen moeten hebben, wil het echt aantrekken. Maar ja, je ziet het, fietscross is een mooie sport. Want er is zowel een groei in België en ik veronderstel ook in Nederland, dus overal begint het weer terug op te komen. Ja, het is een explosieve sport en de groei is heel groot. En ja, het is ook nog eens lichamelijk goed sporten, milieuvriendelijk. En ja, daar gaan we toch eigenlijk voor eigenlijk. Zeker weten. En als je dan weet dat eigenlijk België en Nederland toch nog wel wat fietstraditie hebben, dan zijn je toch wel bijzonder spijtig dat er niks gebeurt met BMX. Ja, dat is heel spijtig. Veldrijden is wel nummer 1, zeg maar. Maar ja, BMX wordt eigenlijk weinig aandacht aan besteed. En je ziet het hoe druk het in deze 2 dagen hier is geweest. Want de entourage is goed, ja, alles is goed. Dus ja, ja, het is gewoon hartstikke mooi. Wat zijn jouw ambities nou eigenlijk als je dat... Ambities die zijn eigenlijk om Europees kampioen te worden. En dan nog WK-titel te pakken, dit jaar nog. Dat is eigenlijk de ambities en dan is het eigenlijk... Mooi om afscheid te nemen. Mooi om afscheid te nemen. Oké, bedankt en nog veel succes. Ja, oké, bedankt.